Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Middenbo. Ik ben een journalist en ik schrijf over popcultuur. En ik schrijf daarom ook heel veel over strips. En het is vandaag zondag 26 mei. En ik dacht, het is weer eens tijd om een postpakket open te maken. Want die lag al een tijdje weer op me te wachten. Dus, en nu heb ik er even tijd voor. Dus dat gaan we vandaag doen. Dit is nog een boek van Erik Heuvel. En aangezien ik vermoeden heb dat het nieuwe boek van Erik Heuvel in dit pakket zit, dacht ik, laat ik dat alvast even zien. En dan gaan we nu even kijken of we dat pakketje open kunnen maken. Laten we eens kijken wat erin zit. De Meimoorden, 1940-1948, van Jacques Post. En Erik Heuvel, had ik toch gelijk. Erik Heuvel die natuurlijk ook January Jones tekent. En dingen zoals dit. De zoektocht, de ontdekking en de zoektocht, uitgegeven door de Anne Frank Stichting. Ik laat het eventjes zien. Dit zal een tijd geleden verschijnen. En Erik die maakt ook van dit soort historische strips... En hij tekent natuurlijk in een klare lijn, of een variant van de klare lijn. Hij tekent wel echt in de klare lijn. En hij schrijft ook, want January Jones wordt ook wel door Erik geschreven. Laten we even naar de Meimoorden kijken. Waar gaat het eigenlijk over, T? Rotterdam, mei 1940. De stad is een militaire bijenkorf bevolkt door legeronderdelen die vaak niet van elkaars bestaan op de hoogte zijn. In de binnenstad, waar prostituees en illegale speelholen de sfeer bepalen, wordt een halfdronken taxichauffeur laf neergestoken. In zijn taxi vindt men een tas vol defensiegeheimen als zijn zoon Maalbeek junior op jacht gaat naar de moordenaar van zijn vader, wordt hij al snel geconfronteerd met nog meer geweld. Nog meer geweld. Kijk, het is al gerecenseerd. En laten we gewoon eens even aan de binnenkant kijken hoe dat eruit ziet. Hier zien we de belangrijkste personages. Ik vind het leuk bij dit soort vlogs om gewoon jullie een beetje een indruk te geven van het boek. En dan kun je zelf bepalen of je het wil gaan lezen of niet. Rotterdam. Zo ziet dat er dan uit, mensen. Erik die tekent heel erg veel, heb ik het idee. Volgens mij is hij gewoon heel snel. Het is kwalitatief heel goed wat hij maakt. Maar tegelijkertijd is hij ook heel snel. Want er komen vaak meerdere verhalen van hem per jaar uit. En hij werkt aan allerlei projecten, heb ik het idee. Laatst hadden we natuurlijk nog een interview met Erik Hercules op Texel. Dat hij met Erik Heuvel met het project bezig is. En nou is dit alweer uit. En volgens mij verschijnt January Jones binnenkort ook alweer in de Apple. Dus Erik Heuvel is echt een hele druk baasje. Of een hele snelle tekenaar. Maar ik denk dat hij gewoon 10 uur per dag achter zijn tekentafel zit. En het verhaal gaat dat hij eerst een andere stijl tekende. En dat Martin Lodewijk hem toen adviseerde om in de klare lijnstijl te gaan tekenen. En sindsdien tekent Erik in klare lijnstijl. Nou, zo ziet dit er dus uit. Met grote gedetailleerde platen ook. Zoals we gewend zijn bij deze tekenstijl. De pionier hiervan is natuurlijk Hergé van Kluifje. Ja, ik denk dat het wel een beetje een indruk heeft gegeven. Het is verschenen bij uitgeverij Personalia, die ook de stripglossie uitbrengt. Nou, kijk, we hebben zelfs de catalogus krijgen we erbij van Personalia. Weet je wat, laten we daar ook gewoon nog eventjes doorheen bladeren. De Meimoorden. Spannend misdaadverhaal tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Hier hebben we de makers. Dat vind ik ook wel even leuk om jullie te kunnen laten zien. Dat is Jacques Post natuurlijk en Erik Heuvel ernaast. Nou, dat is eigenlijk wel slips. Strips zijn de toekomst. Dat geven ze allemaal uit. Van Margreet de Heer.
Jammer, de kruistocht van Damiaat. Daar gaan we zo nog even naar kijken ook. Nou, deze hadden we toevallig laatst nog over met Margreet de Heer, de oude knullen. De Tolongen van Oude Knullen van Dick Matena. Stripkookboek geven ze uit, Sol. Volgens mij is dat door Willem-Marie Stier geschreven. En De Generaal van Peter de Smet. Als je een beetje stripliefhebber bent, dan ken je De Generaal. Hoef je er niet van te houden natuurlijk, maar iedereen kent dat wel, die een beetje, nou in ieder geval mensen van mijn leeftijd, die kennen dat. Filosofie in beeld, religie in beeld van Margreet de Heer. Nou, de Toelogen van de Oude Knudden, dat ziet er dus zo uit. Het is een parodie van Matena op de streekroman. Jelmer, de maand van de geschiedenis, oktober. Gemaakt door deze mannen. Kijk hoor, ik zit ondertussen, probeer ik het te lezen en ik zit de camera natuurlijk een beetje in de weg. Josse Pietersma heeft het geschreven, de illustratie van Roelof Weitsma. En het is wel leuk om even iets van te laten zien. Ondertussen lees ik even de flaptekst dan voor, daar kun je even hier naar kijken. Het kruistochtverhaal. Jammer vertelt het historische verhaal van de kruistocht naar Damiate van 1214 tot 1218. Dus dat is al een tijdje terug. Zou je kunnen zeggen, door de ogen van Jelmer van Bedum. Jelmer begint zijn reis vol overtuiging, maar gaandeweg krijgt hij steeds meer twijfels over de expeditie. Op 24 augustus 2012 veroveren de kruisvaarders de kettingtoren van Damiate. Jelmer en Samana spelen hierbij een beslissende rol. Nou, dat is interessant om te weten. Zo ziet het er dus uit. Zo gaat de cover eruit zien, waarschijnlijk. Stripkookboek. Een kookboek. We hebben ook al een kookboekenweek, jongens. Jeetje, Mina. We hebben echt van. Nou ja, waarom ook niet? Ik heb natuurlijk laatst een heel gaaf kookboek. Nerd kookboek van Menno de Koning. Dus nu hebben we een stripkookboek van Leon Verhoeven. Die heeft de teksten en de recepten gedaan. En diverse tekenaars hebben de illustraties gedaan, zoals je ziet. Want hier hebben we ook weer Erik Heuvel. Koken met January Jones. Dit is Sol. In een soort ingetekende stijl die toch een beetje doet denken aan een zekere Don Lawrence. Waar jullie ongetwijfeld al ooit van gehoord hebben. De voormalige tekenaar van Storm en Tichje. Het is inderdaad van Willem-Riet Stier. En dit is de tekenaar daarvan. Een nieuw avontuur, eindstation. Hier moet ze het opnemen tegen een nieuwe vijand die de krijger wordt genoemd. Ik heb het nog niet gelezen, Sol. Maar Willem-Riet Stier is altijd wel goed voor rollercoasters van... dit is Willem. Rollercoasters van scenario's. Weet je wel, doe je riem om en dan gaan we met volle vaart alle kanten op. En hij is een goede blockbuster schrijver, maar maakte ook Wilskracht. Wat een prachtig boek is. Waarin Willem vertelt een heel mooi persoonlijk verhaal over ja, hoe zijn vrouw kanker kreeg. En het lijden, en de weg ernaar. Hoe ernstig dat was, zeg maar. Hoe hij dat heeft beleefd ook als man. Het is echt een goede graphic novel. Dus ik ben wel benieuwd of jullie dan het wel tof vinden als iemand dan een beetje in de stijl van Lawrence aan het werk gaat. Dat doet natuurlijk Romano tot op zekere zin ook wel met de... Met de nieuwe verhalen van Storm en de chronieken van Roodhaar. Maar Romano maakt er bij Roodhaar vooral zijn eigen stijl ook weer heel erg. Zie je daarin terug. Zijn comicstijl bedoel ik. En dat vind ik heel tof. Ik ben erg fan van Romano Molenaar. En het stripglossie natuurlijk. En in de laatste stripglossie treden George en Jimmy weer op. Met een nieuw verhaal. Dat zat daarin. En een interview met de makers van George en Jimmy. Dus dat was... Grappig, en ze hadden dus kennelijk een dubbele cover. Ik heb twee verschillende omslagen. Een Claire cover voor de Vlaamse markt en een Shoshi cover voor de Nederlandse markt. Want zo populair als Shoshimi zijn in Nederland, zo populair is Claire in België. Van Robert van der Croft. Ja, Stripglossy is één van de stripbladen die er zijn. Ja, we hebben best aardig wat eigenlijk in dit kleine kikkerlandje wat dat betreft. En... Ik ben wel benieuwd of jullie de stripglossie lezen. Ik weet dat Marcel Haster, de stripvlogger, heeft het wel eens over gehad in zijn vlogs. Dus daar kun je ook eventjes naar kijken. Ze hebben altijd een gasthoofdredacteur.
die dan het blad bestiert, dat nummer. En die ook ja, daar de focus op legt, zeg maar. Dus dat is ook leuk uitgespeurd. Dit was een controversiële cover, want Fred was toen de hoofdredacteur. En als je dan hierop wrijft, dan zie je haar borsten en haar kruis. En sommige mensen waren daar heel erg verbolgen over, vonden ze kinderachtig. Ik vind het eigenlijk wel een leuke gimmick. What the fuck, waarom ook niet? En we moeten niet zo moeilijk doen over seks in strips. Dus dit zijn de stripglossies tot nu toe. De catalogus van uitgeverij Personalia en de Meimoorden met het werk van Erik Heuvel en het schrijfwerk van Jacques Post. Nou, lekkere chaotische vlog weer eventjes. En ja, dat heb je wel eens op zondagen. Dus ik ben benieuwd. Zijn jullie fan van Erik Heuvel? Kennen jullie de stripglossie? Laat het me weten in het commentformulier. En dan hoor ik dat graag van jullie. En vooral ook, wat vind jij bijvoorbeeld een hele toffe strip van Erik? Van Erik Heuvel. Waarvan je zegt van wauw, dat heb ik gelezen, dat vond ik heel goed. Ik ben daar heel benieuwd naar. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog. Oké.